I'm talking about Herman Brusselman. He's the Rumpetump Man. I'm talking about Herman Brusselman. He's the Brusselman, but he's living in Gantman. What are you doing, man? You're supposed to be a Buffalo Man. He's the Rumpetump Man. I'm talking about Herman Brusselman. He's the Rumpetump Man. I'm talking about Herman Brusselman. And he's an extra man, but he's a drummer man. He's a horny man, he's just a rumpetump man. Yeah, yeah, yeah. Oh, proficiat Herman met uw rampetamp uivre. Goedenavond, in eerste plaats goedenavond Herman, goedenavond mensen ook in de zaal. Trouwens, heel belangrijk, wat dat Sejon voor mij zei, moet dan niet achter kijken, van dat is een grote Jeannette, Herman, je weet dat ook wel. Maar voor de rest, ik wens u heel veel plezier met uw, wat is het? Prijs, dat was eigenlijk in de eerste prijs dat je gekregen hebt. Ik kan niet meer klappen, ik ben zelf helemaal ontroerd en ik besef ook wel dat het voor u een grote eer is dat ik heb meegespeeld in een film van u, ook niet van u, van, gebaseerd op een van uw boeken. Ex-drummer, die ik trouwens vroeger met heel veel plezier gelezen heb. Ik heb in de tijd, ik denk zo tussen mijn 19e, tussen 88 en ongeveer 1995, heb ik al uw boeken gelezen, allemaal denk ik. Nu is het ongeveer 10 jaar geleden dat ik nog boeken gelezen heb, zijn er een paar aan het wachten achter mij. Maar binnenkort komt die tijd weer aan dat ik me zal onderdompelen in uw mooie proza. Meer kan ik daar ook allemaal niet over zeggen, want ik denk nu gaat Annelies Rutten iets zeggen. En ze heeft waarschijnlijk iets vrij interessanters te zeggen dan ik. Sowieso, geniet nog van je avond. Ik moet optreden vanavond met de première van mijn nieuwe show, Rauwe Kloten, ook niet slecht. En misschien later op de avond kom ik wel zeker nog eens langs, maar dan leg jij, Herman, waarschijnlijk al lange in uw nest, want zo'n partypoeper zie je ook niet natuurlijk. De groetjes van Sylvie en tot de volgende keer. Stoere gast Herman Brusselmond. Echt stoer. Met zijn grove taal altijd, zijn beledigingen, zijn rechtszaken soms zelfs. En zeker zijn seksistische praat ten aanzien van vrouwen. Maar eigenlijk denk ik dat hij niet echt zo is. Als je hem ziet lopen op straat in Gent, altijd vriendelijk tegen iedereen. En vroeger met zijn hondje. En vrouwen, Zijn Tanja bijvoorbeeld. Ik denk dat Herman Brusselman zonder zijn Tanja niet zoveel voorstelt. Tanja is zijn alles. Zijn chauffeur, zijn manager, zijn raadgever, zijn eerste lezer, denk ik. Dus Brusselmans, eigenlijk is dat een watje. Maar eigenlijk is het ook daarom dat we hem allemaal zo graag zien. Dus Herman, dikke proficiat met uw prijs. Geniet ervan. En nog schone dagen in Gent. En man Brusselmans, dat is toch... Die luis wordt met zijn lang koor die een taart bevuint. Ja, met zijn schuur lief. En heeft u ze? Het ze noemde knin ze. In Gent zeggen we er tegen een pruitenlakerke. Dat was ook van pruitenlaken doorkaan de tien en tanden van. Ja, als je romans leest, alhoewel, romans. In Gent zeggen we er tegen vallen boekjes. Was dat ook als je uurtjes een keer een Gentse madame in ieder van uw romance het wil opvoeren. En terwijl dat ze aan het neuken is, ik kan u altijd voor wat literaire tips zorgen. Ja, in Gent zegt men niet neuken, maar ze krijgt een trok in haar cabine. Of ze haar kekenskot laten weten. Pas op, kan nou ze een giele riesem. Allee, Herman, geniet nou van uw award en op uw markt.